Hartelijk welkom bij Studio ADO. In deze aflevering geen interviews van ADO-zijde. Want zoals bekend heeft trainer Dirk Kuyt zijn persmoment altijd 2 dagen voor de wedstrijd. En ADO speelt zondag tegen Jong Ajax. Ja, en dit programma wordt nu uitgezonden. Helaas, zijn voorgangers Ruud Brood en Giovanni Franke waren vaak bereid om nog eens een dagje eerder ons te woord te staan. Maar goed, wij moeten dealen met het besluit van Dirk Kuyt. Dus geen interviews van ADO-kant. Wel hebben we in de studio te gast onze analist Hans Klippers. Journalist geweest van de Haagse Courant, NRC en Algemeen Dagblad. En Hans, ja, zelfs 5 keer Olympische Spelen bijgemaakt. 11 keer zelfs. 11 keer Olympische Spelen. 11 keer Olympische Spelen. Ja. Dus wel een kenner. Maar dat heeft niks met ADO te maken. Nee, dat niet. Maar wel kenner van sport. Ja, zeker. Goed, we gaan even beginnen met dit. ADO Den Haag, dat haalde afgelopen week een nieuwe speler binnen. Een Fransman. Titouan Thomas. Hij komt van Estoril. Ja, Hans, dan denk ik van ADO heeft nu wel behoefte aan een stukje ervaring. Deze jongen is 20 jaar. Niks ten nadele van zijn kwaliteiten. Bij Estoril, naar mijn weten, nog niet in het eerste gespeeld. Ja, dan krijg je weer een middenvelder erbij die niet echt zegt van heel veel ervaring heeft. Terwijl we ook achterin misschien wel versterking nodig hebben. Ja, en dat geeft dus ook weer veel onrust, denk ik. Want er komt weer iemand bij. En het gaat hopelijk niet naar die situatie onder de Engelsman, Pardo. Dat ze een selectie hadden van 32 man en dat elke week een ander speelde. Is niet goed. Ik denk hou het beperkt, want het geeft alleen maar onrust. Ja. En dat heb je niet nodig. Nee, maar goed, men had gezegd, de tijd gaat dringen natuurlijk, want de transferperiode is dadelijk voorbij. Wil je nog wat gaan doen, ja, dan moet je dan snel handelen. Want ik zeg het, 9 doelpunten tegen, dat is fors in 3 wedstrijden. Ja, ik zou eerst naar een centrale verdediger gaan kijken. Want dat is echt uitermate zwak tot nu toe. Ja, goed, daar komen we dadelijk verder op terug. Want we gaan eerst even terugkijken op de wedstrijd van het vorige weekend. Uit tegen MVV. Ja, dan ga je die wedstrijd beginnen. Je bent nog een minuut bezig. Ja, dan loop je eigenlijk alweer achter de feiten aan. Sta je om het 1-0 achter. Dat ging wel heel simpel. Ja, weet je, en je ziet dat er niet ingegrepen wordt. Slap. Dan zie je die nummer 2, Assante, geloof ik. Die grijpt niet in. En dan wordt gescoord en staat met zijn handen omhoog. Met andere woorden van, wat doen jullie daar nu? Ja, wat doe je zelf, jongen? Weet je wel? En dat is over de hele linie is dat zo. Zwak, weet je wel? Maar Tom, weet je, heel eerlijk gezegd, Ik had dit wel een beetje verwacht. Dit zijn nog steeds de naweeën van die vreselijke ontknoping vorig seizoen. Dat gaat niet in je koude kleren zitten. Nee. En daar bedoel ik mee, er zitten een aantal jongens die het meegemaakt hebben. Die moeten nu weer opnieuw opstarten. Dat zit in je kop. En dat heeft echt invloed. Nou, dat zie je. Ja, maar goed, ze spelen de uitwedstrijd, de eerste wedstrijd bij Heracles. Gauw 3-4 minuten sta je ook met 1-0 achter. Ja, natuurlijk geeft Kuyt dat mee. Van jongens, luister, gelijk van meet af aan moet je er staan. Dan gaat het zo simpel dat over hun linkerkant komen ze door op een gegeven moment. En denk van ja, het zal niet gebeuren dat je weer een doelpunt tegen krijgt. Dan maar een overtreding. Ja, er wordt uitermate slap verdedigd. Maar ja, Tom, het is, kijk, vorig jaar
ondanks alle, ze hebben een geweldig seizoen gedraaid. Ondanks alle tegenslag, 6 punten mindering, financiële problemen, weet ik allemaal. Nu zit je gewoon in een neergaande spiraal. Daar is heel moeilijk uit te komen. Dat is gewoon. Ja, wat er nu overkomt, dat had iedereen vorig jaar voorspeld. Ja. Toen we gingen beginnen, zei een hoop mensen, nou, 5 wedstrijden gespeeld, 0 punten. Ja. Nee, ADO deed volop mee, pakte zelfs de eerste periodetitel. Ja, nu is dat natuurlijk even een heel ander verhaal. Ja, en Ton, ik heb het vorig jaar bij elke uitzending gezet. Sam Stijn was een geweldenaar voor ADO. En dat klikte hartstikke goed met Verheid. Kiesna erbij, Haagse jongens. Ja, dat ging hartstikke goed. En ze hebben echt een uitmuntend seizoen gedraaid door de omstandigheden. Ja. En nu, ja, dan je maakt gewoon een rotstart. Ik zeg al, ik verbaas me er niet over. Nee. Dit heeft allemaal nog met de naweeën van vorig seizoen te maken. Terug naar de wedstrijd tegen MVV. Nou goed, 1-0 achter, dat kan dan gebeuren. Dan wil je graag terug. Maar ja, dan krijg je heel snel toch ook wel weer die 2-0 achter je oren. Ja. Ja, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Dan wordt het een moeilijk verhaal. En je ziet dus dat als je Verheid ziet. Prima spit voor de eerste divisie, voor die keukenkampioen divisie. Die was opgefokt. Die is altijd wel bezig, maar nu extra. Waarom? Omdat hij weer wil dat het gaat zoals vorig jaar. Ja. En het loopt niet. Ja. En je ziet dan komen ze daar niet meer uit. Nou, hoewel, Verheid maakte een hele mooie treffer. We bekeken treffen, die kopbal, 2-1. Dan denk je van, hé, ze kunnen terugkomen. En ze hebben daarna ook de mogelijkheden gehad. Ja. Ze waren dichter bij die gelijkmaker als dat het fout zou gaan. Het ontbreekt dan gewoon aan geluk. En dat past dan weer in die neergaande spiraal. Ja. In die, noem het maar, wet van Murphy, weet ik allemaal hoe je het noemt. Ja. Dat is echt zo, weet je wel. Je ziet gewoon met meerdere clubs, als het eenmaal slecht gaat, dan blijft het slecht gaan. En ja, ik ben pessimistisch. Ja, want in plaats van die gelijkmaker maakte MVV de 3-1. Was ook wel weer een simpele call. Daar ging ook de keeper niet helemaal die, bij die, nee, mee vrij uit. Absoluut niet sterk. Nee. Dit hele seizoen niet. Nee, en zijn we 3-1 achter, dan is het een verloren wedstrijd. Ja. Dus echt, je ziet het gebeuren. Hè. Je ziet het gebeuren. En Verheid, weet je, niks ten nadele van Verheid, maar je ziet dat hij geforceerd zoekt naar zijn vorm, het gevoel van vorig jaar. Ja, goed, inderdaad, de realiteit. 3 wedstrijden gespeeld, 0 punten, 1 doelpunt voor, 9 tegen. Als je natuurlijk ziet van de clubs waarvan we in het begin van het seizoen zeiden van nou, die gaan bovendien wel meedraaien. Daar staan er gewoon een aantal op de volle buit. 9 punten uit 3 wedstrijden. Ja. Misschien moet je zeggen van niet te veel paniek, want vorig seizoen FC Emmen en FC Volendam kenden een hele zwakke start. Ja. Hadden gelukkig ook 3 wedstrijden verloren. De ene is kampioen geworden, de andere is gepromoveerd. Nou, weet je, het is een hele rare klasse. Dat is duidelijk. Hè? En je hebt die periodetitels. Dus er is nog heel veel om te spelen. Dus geen paniek, inderdaad. Weet je, er is nu van alle kanten kritiek op Dirk Kuyt. Zeer overtrokken. Wat kan de jongen eraan doen dat de verdediging zo slap staat te spelen? Dat is wel heel vervelend, want hij voelt dat natuurlijk ook. Hè? In praatprogramma's, Kuyt is een makkelijk doelwit. Ik vind het onzin. Ja, klopt. Kijk, ik vind het geen gelukkige keuze. Naar omstandigheden dat je als je zo ontknoping hebt gehad, dat je dan weer op moet starten. Dat had beter een ervaren trainer kunnen doen, maar hij staat er nou eenmaal. En het is keiharde werken, moet ik zeggen, hoor. Ja. Weet je, geef die jongen een kans. Ja. He? Dit komt er gewoon extra bij, die kritiek op de trainer. Van ja, dit en grappen en gollen. Ja, ik vind het niet terecht. Nee. Goed, we praten dadelijk verder met jou over wat komen gaat, komende zondag. Maar het is tijd om eens te gaan kijken naar het programma van de diverse ADO-teams de komende dagen. Vrijdag 26 augustus spelen de vrouwen een oefenduel tegen VV Alkmaar op Sportpark Prinses Irene in Rijswijk. Die wedstrijd begint om 1900 uur. Zaterdag komt ADO onder 21 in actie voor de beker. Op de aftrap in het Zuiderpark is dan de tegenstander FC Eindhoven. En die wedstrijd start om 3 uur. En dan zondag moet de hoofdmacht van ADO Den Haag proberen de eerste punten binnen te halen in het Bingo-stadion. En dan wel tegen Jong Ajax. De arbiter geeft hier om 12:15 het beginsignaal. Tot zover dan het programma van de ADO-teams voor de komende dagen. Ja, Hans, ik ga met jou verder praten over komend weekend. ADO Den Haag, ze spelen thuis tegen Jong Ajax.
Kuyt heeft gezegd, de ploeg heeft vooral nu zelfvertrouwen nodig. En ja, zelfvertrouwen, dat krijg je door het maken van doelpunten en ja, punten pakken. Ja, Ton, sorry, dat ik wil even nog iets anders zeggen. Ik wil Lex Schoenmaker nog even feliciteren met zijn verjaardag. Dat klopt, was, 75. Hij was deze week jarig, ja. 75, bijzonder. Ja, ja, Lex zal dit ook met ledenogen aanzien wat er met zijn clubje gebeurt. Ajax is een hele lastige tegenstander. Is een onberekenbare ploeg. Je weet ook niet wie er vaak op het veld staan. Winnen met 5-1 van de Graafschap, dat is nogal wat. De Graafschap ook een van de titelkandidaten. Het zal moeilijk worden. Het zal weer heel moeilijk worden. Ze hebben misschien één voordeel. Jong Ajax zal niet zo makkelijk putten uit spelers die normaal ook misschien bij één zitten. Omdat het eerste van Ajax op hetzelfde tijdstip uitspeelt tegen FC Utrecht. Ja, ja. Dus we praten dan wel echt over de selectie van Jong Ajax. Ja. Vorig jaar weet ik nog wel dat er spelers meededen. Ja, die spelers, dat waren jongens die waren rijp voor, die kosten miljoenen. Die hadden ook in het eerste kunnen spelen bij Ajax. En ja, die deden toen ADO de das om. Ja, weet je, Tom, we hebben het er vaak over gehad. Het is natuurlijk een hele rare situatie dat je met die jong ploegen, de ene keer speel je tegen een sterk team, de andere keer tegen een minder sterk team, omdat de jongens mij het eerste mee moeten meedoen of juist van het eerste kunnen meedoen op die maandagavond. Het is ook raar dat nu Ajax 1 en Ajax 2 gelijktijdig spelen. Dat vind ik ook raar, weet je wel, dat soort dingen. Maar het blijft onberekenbaar. Ja. En ze hebben niks te verliezen, Ajax. Want ze kunnen geen kampioen worden. Dus linkerploeg. Zeker. Moet Kuyt gaan ingrijpen na 3 wedstrijden, 0 punten? Ja, wat zijn de mogelijkheden? Ja, dat weet ik dus ook niet. Maar ik zou allereerst naar die verdediging kijken. Het centrum functioneert niet. Nee. En dat is, ik weet niet of hij daar andere mogelijkheden heeft. Ja, daar zou ik het eerst naar kijken. Goed, Asante kwam vorige week terug. Normaal gesproken een verdediger die daar staat. Sterk aan de bal, in de lucht ook een goede verdediger. Ja, maar je ziet de jongens die vorig seizoen naast de mensen die ik al noemde opvielen. Door gewoon zeer behoorlijk te presteren. Die presteren het nu ook niet. En dat is moeilijk. Ik zou als ik Kuyt was niet te veel. Ik zal er niet 8 nieuwe ingooien of 6 nieuwe ingooien. Dat wordt, nee, dat geeft ook geen vertrouwen. Nee, en dat wordt dan net zoals als dat rond de seizoen onder die Engelsman. Weet je wel? En nu, ik denk, ja, maar hij kan wel natuurlijk een paar punten zetten. In het centrum bijvoorbeeld. Nou ja, je mag hopen dat op het middenveld, dat zal ik wel een stuk schelen. Want die ballen komen natuurlijk heel snel terug als er voorin niet niks wordt vastgehouden. Ja. En Max de Waal van ook komend van Ajax, goede voetballer. Die heeft natuurlijk ook nog niet in kunnen zetten. Nee, dus dat, ja, misschien moet je Kemper centraal zetten. Dat heeft hij ook gespeeld, hè, bijvoorbeeld. Ja. Dus hij heeft wel mogelijkheden, maar hij moet niet 6-7 wisselingen doen. Want joh, dan zit er geen enkele lijn meer in. Aan de andere kant, we hebben het gezien tegen Den Bosch. Toen hadden ze het eerste kwartier volop mogelijkheden. Toen hadden ze moeten scoren. Sta je dan op 1 of 2 in de voorsprong, ja, dan loopt die wedstrijd anders. Tegen MVV maakten ze 2-1 en in die fase ook kansen gehad om minimaal gelijk te komen of misschien op voorsprong te komen. Ja, dan lopen die wedstrijden anders. Ja. Dus het is natuurlijk niet dat je zegt van het resultaat tot nu toe is heel slecht. Alleen, het was natuurlijk niet dramatisch, want dat had ook anders kunnen verlopen met een beetje geluk. Ja, nee, zeker. Dus het kan net zo goed wel gaan draaien komende zondag. Dus ik weet je, geen paniek. Nee. Wedstrijd wordt gespeeld 12:15. De eerste, wel in de voorbereidingen, wedstrijd tegen Volendam, mocht geen publiek bij. Nou, die wedstrijd is niet doorgedaan. Volendam die koos voor een andere wedstrijd in Griekenland. Nou, toen kreeg de wedstrijd tegen Den Bosch. Dat was een maatregel van de KNVB dat er geen publiek was. Nu mag er dan in ieder geval wel publiek, mondjesmaat bij, seizoenkaarthouders en sponsoren. Dat blijft toch een besluit van de lokale driehoek. Dat blijft triest, want ja, betaald voetbal is er toch voor het publiek, voor de fans. Ja, weet je, zo begin je seizoen weer. Ja. Eerste wedstrijd zonder publiek, tweede wedstrijd met beperkt publiek. Is gewoon weer rot voor ADO, weet je wel. En ja, waarom niet? Ik bedoel, het is weer, we zijn weer net begonnen. Ik vind dit wel een lullig besluit. Ja, ze kunnen natuurlijk weer bijkomen. Ajax heeft 4 punten uit 3 wedstrijden. Alhoewel, afgelopen maandagavond 5-1 tegen de Graafschap. Dat is natuurlijk ook geen kattendrek. Nee, maar Ajax is heel wisselvallig.
Dat komt ook omdat ze in verschillende samenstellingen spelen. En ze kunnen ineens het leven krijgen, maar ze hebben ook wedstrijden gespeeld. Ook dit seizoen al. Dat ze niet scoorden. Hè. Dus wat dat betreft afwachten. En hopelijk kan ADO zijn wil opleggen aan Ajax. Ze overrompelen. Ja. Ik bedoel, het is toch Den Haag waar ze naartoe komen. En voor ADO speelt natuurlijk een rol. Publiek altijd een belangrijke factor. Zeker bij thuiswedstrijden. De 12e man. Weliswaar nu natuurlijk niet een volledige bezetting. Maar ja, je mag ervan uitgaan dat er echte supporters er zijn. Dan moet je wel een resultaat neer gaan zetten. En dan krijg je die supporters mee. Want ja, als dat even wat minder gaat, kan dat natuurlijk ook wel weer averechts gaan werken. Ja, laten we hopen van niet. Het is belangrijk dat je gewoon een keer wint. Ja. Want dan kan je weer omhoog kijken. Ja, wat was jouw voorspelling voor zondag? Ik denk gelijkspel. Gelijkspel? Ja. Oh ja, dan gaan ze in ieder geval de hatelijke nul af. Ik denk 0-0. Oké, nou, ik houd op een hele kleine overwinning. We gaan het allemaal afwachten. Hans, bedankt weer voor jouw bijdrage. Thuis bedankt voor het kijken. Dit was Studio ADO. Volgende week zijn we natuurlijk weer met de interviews met de trainer Dirk Kuyt en een van de spelers. Bedankt weer voor het kijken. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.